nog volgend jaar wat anders te gaan doen. In totaal zijn dat 6 spelers en onze spekbrander Paul Smit. Allereerst wil ik Theo Melanda voor het voetlicht halen. Vervolgens Jeroen van der Meer. Vervolgens Camille Vidon. Daarna spelen we nummer 4. Roelof van der Meer. Dan Herwin Tama. De laatste speler. Rurik Wind. Tenslotte Paul. We maken ons op voor de napraat. Onderhand hebben Gert Kruis, trainer Dovo. Gert, goedemiddag. Goedemiddag. En Jan van VV Stappers al plaatsgenomen naast mij. Ook goedemiddag. Ook goedemiddag, Jan. Ja, dat zeg je wel, hè, Gert. Ja. Ja, ja. Maar jij breekt altijd gauw in bij mij, dat weet je. Goed, dames en heren, welkom hier in de sponsor- en bestuursruimte van de voetbalvereniging Stappers. Ook te zien in de kantine. Wedstrijd ronde 30, de napraat over VV Stappers de Dovo. Er stond vooraf niks meer op het spel. Maar heb je deze wedstrijd nog een beetje goed kunnen gebruiken na aanloop voor aanstaande dinsdag? Wedstrijd tegen Achilles Veen? Nee hoor, wij spelen tegen Noord. Noordwijk. Kijk, ook ik krijg wel eens verkeerde informatie. Maar dat geeft niet. Gert die zegt dus terecht dat ze tegen Noordwijk moeten. Heb je deze wedstrijd nog een beetje goed kunnen gebruiken voor aanstaande dinsdag dat je tegen Noordwijk moet aantreden? Ja, eigenlijk wel. We hebben natuurlijk een aantal jongens laten spelen die niet zo heel veel gespeeld hebben. We hebben ook een aantal jongens rust gegeven, omdat ja, dinsdag beginnen de play-offs. Wat ik wel vind is dat het een mooie wedstrijd geworden is, want we hebben tegen een tegenstander gespeeld, Staphorst, die net als ACV en Dovo eigenlijk de competitie beheerst hebben. Twee ploegen vandaag die het hele seizoen al vol op de aanval gespeeld hebben. En daarom werd het ook vandaag opnieuw een hele leuke wedstrijd. Waarbij wij natuurlijk met een goed gevoel straks de bus instappen, omdat we toch gewonnen hebben. Maar respect verdient ook de tegenstander die er een echte wedstrijd van gemaakt heeft. Je zag ook dat beide ploegen respect voor elkaar hadden. Het werd een doelpuntenrijke wedstrijd met goede goals, met veel kansen. Ja, en Dovo en Staphorst gaan zich nu opmaken voor de play-offs. En Staphorst ook nog voor een bekerfinale. Ja, en uiteindelijk ga je vandaag kijken hoe is je ploeg mentaal met het oog op die play-offs. En dat zit bij ons volgens mij wel heel erg goed. Goed, twee weken geleden heb je het kampioenschap verspeeld bij ACV. Daar gaan we niet te lang meer over hebben. Nee, dat doen we ook niet. De doelstelling was toch, denk ik, om kampioen te worden. Ik denk dat je ploeg goed genoeg is om de na-competitie door te komen. Maar het zijn toch 4 finales. Iedereen fit, je staat er goed op. Alle vertrouwen? Nee, absoluut. En jij zei van doelstelling was om kampioen te worden. Tuurlijk willen we met Dovo in de race om de titel zo lang mogelijk meespelen. Hebben we ook gedaan. Jij refereert aan de wedstrijd tegen ACV, waarbij we het net niet deden. Maar bij ons is wel het besef, en dat zeg je terecht, dat we nu de kans hebben om in de play-offs toch nog te promoveren. Jij praat over 4 wedstrijden, ik niet. Want we moeten eerst Noordwijk 2 wedstrijden, die moeten we winnen. En dan ben je door en dan ga je kijken tegen wie je in de finale speelt. Maar bij Dovo is er dit jaar besef dat er rust moet zijn. Op het moment dat je geen kampioen wordt, dan is het een grote teleurstelling. De spelers en de trainer die zijn bij elkaar gezitten. Het heeft even geclashed, want ja, trainer is een driftig mannetje. De jongens waren teleurgesteld. Maar vandaag hebben we wel een groep gezien die heeft aangetoond ja, dat we er eigenlijk wel klaar voor zijn. En ja, nu gaat de focus op Noordwijk, want het is nu pas net bekend geworden. Goed, nou bij deze heel veel succes tegen Noordwijk. En wie weet, tot ziens. Bedankt. Ja, en ik wil nog even Staphorst heel veel succes wensen. Ook in de play-offs en ook in die bekerfinale. Want ja, dit zijn clubs, Dovo, maar ik denk ook Staphorst. Als je kijkt naar de accommodatie, naar de mensen hier, naar het vele publiek, naar ook een goede spelersgroep, dat het mooi zou zijn als zowel Staphorst als Dovo zouden promoveren in de play-offs. Nou, dat is dus mooi gezegd. Ik denk dat Jan daar weinig tegen in kan brengen. Jan, de wedstrijd vandaag. Je wil proberen om geen blessures op te lopen, geen kaarten op te lopen. Maar toch een goede wedstrijd voor je thuispubliek neer te zetten.
We hebben denk ik vooraf, dat kun je achteraf zeggen, de twee beste keepers van de hoofdklasse B vandaag in beeld gezien. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar je verliest toch 3 wedstrijden nou achter elkaar met 8 doelpunten tegen. Ik neem niet aan dat dit voer is voor psychologen. Nee, toch? Je lacht wel, maar... Nou, die 9 wedstrijden ervoor krijgen we 2 goals tegen. En dan win je er 9 van. Dus zo betrekkelijk is het in de voetbalrij. Je verliest nu 3 wedstrijden op rij met 1 goal verschil. Ja, het begin is wel te verklaren. Gewoon, je merkt dat de jongens toch, hè, we hebben ze dat op het hart gedrukt van jongens, denk alsjeblieft om kaarten en geen blessures. En ik vond dat Dover dat beter heeft gedaan in het begin. Die was wel scherper en wij niet. En dat resulteerde in een slecht moment. Dat hij wordt omgeschakeld. Balverlies middenveld vanuit nog vrije trap van ons. Waar Joshua helemaal vrij op goal kan. Dan krijgen ze een corner. Een vrije kopbal. Die gaat er nog niet in. En dan krijgen ze nog een corner. Weer een vrije kopbal. Dat weer niet wordt gedekt. Ja, dat heeft puur met scherpte te maken. Goed. Puur met scherpte, daar hoopte ik ook al op dat je dat zou zeggen. Want de eerste helft vond ik niet zo best. De tweede was wel wat beter. Waren ze misschien wat geconcentreerder. Omdat je in de rust toch wel zegt van... jongens, je moet wel wat aan die scherpte doen. Want dan wordt het niet wat. Maar ja, 2-3 verlies. Opmaken voor Ter Lede aanstaande dinsdag. Competitie voorbij. Nu elke wedstrijd. Ja, vol aan de bak. Niet denken aan blessures, kaarten. Gewoon echt samen sterk. Staphorst. Moet nou worden. Nou ja, we wisten dat we toen hier verloren van Flevo Boys, dat gegeven moment de competitie over was. Nou, dan merk je toch iets. Hè? Je traint wel en je probeert wel scherp, maar je merkt toch hè, vorige week dat het net niet is. En vandaag merk je ook. Je merkt gewoon voor jezelf ook. De spanning die je normaal in je onderbuik hebt, is ook minder. Dat zal bij de voetballers ook zo zijn. Maar ik kan iedereen geruststellen dat komende dinsdag dan zal er. Nou ja, dan zullen ze het vuur uit de slof van gaan lopen. En met een andere instelling de wedstrijd ook ingaan. Ja, dit zijn verplichte nummers. Hè? Om des keizers baat heet het dan zo mooi. En dat is wel vervelend, want je moet ze wel afwerken. En je mag aan de andere kant proberen. Hè? Dat zie je ook met Dennis. Doe geen risico, nemen we ermee. En je bent zo wel een beetje aan het kijken van wat ben je aan het doen. Dus je neemt ook op een koop toe dat het wat minder gaat. Je mist wat vastigheden. En dat zag je in het begin heel erg. Maar nee, ik ben overal redelijk tevreden. Daarna heeft het redelijk goed opgepakt. Alleen, ja, die 3-1, dat moeten we terugzien. Dat is een momentje dat Coach die staat voor Ewald en volgens mij duurt dat 5, 6, 7 seconden en nog staan de mensen vrij. En dan gaat Dirk krijgt hem op zijn rug. Maar daar moet je wel mee doorgelogen zijn. Dus nou klaar. Mooie momentjes. En nu gaan we maandag trainen hier. En dan dinsdag Ter Lede. Nou, die is vandaag is die bekeken. Dus we gaan dinsdag vol tegen Ter Lede. Volle bak. Goed, dus alle informatie die je nodig hebt voor aanstaande dinsdag, die is er dan. Wil ik toch even een klein stapje vooruit maken op volgende week zaterdag. Dat is een familiestrijd voor mij. Ik als enige Staphorster, ja, mijn vader natuurlijk ook, maar de schoonfamilie zijn allemaal met respect gesproken koolrapen. Geen Muiders. Zijn die jongens daar aan mee bezig? Kun je dat merken? Of is het echt gewoon volle bak voor aanstaande dinsdag? Wij hebben in maart met elkaar afgesproken dat we per wedstrijd gingen bekijken. En dat is absoluut wat ze ook doen. En het enige belang is nu komende dinsdag. En na dinsdag gaan we wel op zaterdag. Maar dat natuurlijk bij ons wel leeft in de groep is een ding wat zeker is. Maar jongens, wat is er nog mooier? Je hebt 4 wedstrijden. Je bent 1 van de 4 ploegen om te promoveren naar de derde divisie. Dus je hebt 25% kans. En daar moet je vol voor gaan. Goed, dan ga ik het dinsdag nog even met je hebben over de bekerfinale. Geen buiten Staphorst. Dan dank ik je voor... het napraatje van de 30ste competitiewedstrijd. De reguliere competitie zit erop. We maken ons op voor aanstaande dinsdag. Eerste na-competitiewedstrijd, VV Staphorst, Ter Lede. Jan zegt, de spelers staan er goed op. We hebben er alle vertrouwen in. Goed weekend. Bedankt voor het kijken en graag tot dinsdag.